Welkom bij de vlog van Koos. Here you go. Hi, I'm Kyle Hester. Welcome to the vlog of Koos. Yeah. Welkom bij de vlog van Koos. Hier is Edward Gal. Zeg het maar. En je kunt beter niet kijken naar de vlog van Koos. Nou, dat is ook niet aardig. Ga vooruit. Misschien heb je wel gelijk. Hoi, ik ben Koosje Mulders. Ik werk bij de Hoefslag als journalist. En ik ga vandaag aan het werk op Jumping Amsterdam. Zoals jullie misschien wel kunnen zien, woon ik in Amsterdam. Het is dus voor mij vlakbij. En ik mag 3 dagen lang mag ik alle sport verslaan in de rij. Dus ik ben een lucky bastard. En ik ga jullie meenemen om te laten zien hoe het eraan toe gaat achter de schermen als journalist. Dus laten we snel gaan. Mijn perskaart al, kijk. En daar kan ik dan mee naar binnen en dan mag ik over op de tribune. En voor de mooie dagen, denk ik. De hoefslagstand. Even allemaal zwaaien en lachen. Doen alsof je het leuk vindt. Hallo! Michael Hoek is aanwezig, tuurlijk. En er wordt geflyerd en uitgedeeld. En het is helemaal aan het begin, al meteen als je binnenkomt. Weet je zelf niet. Kan niet missen. Ik vergeet mezelf heel graag. Even zwaaien naar de camera, gezellig. Hey, Koos. Gezellig hoor. En hier is dan het perscentrum. Daar mogen wij alle dagen onze spulletjes kwijt. Dat zijn de dames die het perscentrum runnen. En goed voor ons zorgen. En hier zijn allemaal tafels waar je dan plaats kan nemen. Achter de laptop. Kijk, inmiddels wordt er weer gesprongen. Dit is mijn huisje voor de aankomende 3 dagen. Van het springen is net geweest, de laatste dag van Jumping Amsterdam. En hier is zometeen de persconferentie. De prijsuitreiking is net geweest. En zometeen gaan wij hier de grote namen uit de springsport zien. En pas als de wedstrijd afgelopen is, begint voor ons het echte werk. Het gaat een beetje zachtjes, want iedereen om me heen zit hier te werken in het perscentrum. En ik ga nu ook mijn laptop openklappen en schrijven. Ik ben helemaal in mijn eentje overgebleven. Alles en iedereen is leeg en weg. Ik heb net ook mijn laatste stuk ingeleverd. En ik ga lekker naar huis. Was het voor 2017 alweer. Dankjewel dat jullie keken en tot de volgende keer.